Wij doen vandaag een race rondom het IJsselmeer in deze golfwagentjes. En het is de koudste dag van het jaar. Nou, ik weet niet wat er gebeurd is, maar vorige week lag ik nog op het zand. Zoals op vakantie in Curaçao. Oh, ja. Ja. We hebben twee teams van twee, want Milo heeft opnames vraag. Ah, oh, hij was geskipt voor een snabbel, man. 3, 2, 1. Almere! Almere! Britje! Hoppakee. Volendam! Yes! Geen paling! Ah. Wij hebben een fucking groot probleem, want het waait zo hard. De kans bestaat, ik zit met Koen, dat de kart omvalt. Ja, weet je hoe snel wij zijn? We hebben wel geen downforce. Onze karts zijn op high production budget gepimpt. Welke zou de Volendam wagen zijn? Welke zou de Almere wagen zijn? Wij hebben hier Rijman van Rijman is Laat. Rens, die speelt bij Ajax, maar die zal waarschijnlijk wel uit Almere komen. En hier Wendy en Paul, die wonen niet in Volendam. Dan hebben we hier de drie A's. Jan Smit, Simon Keizer en Roel. Staat hier ook op. Ik ben geboren in Volendam. Mijn tante is mijn nicht. Vandaag doen we een epische golfkarrace. De twee teams starten op dezelfde locatie en moeten vervolgens allebei in tegengestelde richting rondom het Markermeer naar dezelfde eindlocatie zien te komen, die voor beide teams op precies hetzelfde aantal kilometers van de start ligt. Maar zo makkelijk is het niet, want op onze weg moeten we langs verschillende tussenstops om daar opdrachten uit te voeren. Het wordt dus een waar binnenlands cultureel feestje vandaag. Hey, hij staat eerder! Hij speelt vol! Zo, die ding gaat wel snel! Hey, losers! Hey, we liggen nu al vol, maar lekker! Ja, lekker! Oh, gezellig zeg, hey, het is hier een stuk minder koud achter die dijk dan net ja, bij het begin. Het waait minder. Dan kan je nog wel even weg weer kijken, dit wordt helemaal niet saai. Vanaf we deze dijk af zijn, zijn we serieus een uur verder. Het is leuk, we moeten 22 kilometer naar het checkpoint. Wat ik ook ergens eens verontrustend vind, is dat ik rechtdoor aan het rijden ben, maar mijn stuur staat op een hele bizarre hoek. Hoe kan het nou? Ik rijd nu rechtdoor, hè? Het is... koud! Maar hebben we wind mee of wind tegen? Ja, ik vind zij! Wind zij! We hebben wind zij! Ik heb het idee dat we zeg maar nog best wel lang rechtdoor moeten rijden. Dit is een bizar mooi shot op die voorste GoPro. De komende 2 minuten gaan we kijken naar een timelapse. Kijk, we kunnen ook de auto's zien nu. Dus je kunt de toeter naar mensen. Ja, of als een middelvinger opsteken. Kun je één laten zien? Ja, of één laten zien. Ja, ga ze ook nooit doen. Waarom vind je dit zo grappig? Hij keek! Hij keek! Die andere ook! Zeg het, wij gaan nu 44-45. Ik weet zeker dat zij niet zo hard gaan. Want dat kan niet, zij zijn gewoon zwaarder. Dat scheelt zal... gewoon oprecht ja. 40 kilo of zo, hè? Gezellig, hè? Ik vond Oppenheimer echt een goede film. Ben je al geweest? Ja, al lang. Oh. Oh, past dit wel? Jezus! Ja, je rijdt hier met vertrouwen overheen en dat past wel, maar het maar net. Holy shit, die angst in mijn ogen hebben. Wie heeft verzonnen dat als je een vriendin hebt of vrouw, dat je dan altijd daarmee in één bed moet liggen? Hoezo is dat ontstaan? Heel veel mensen doen dat niet, hè? Heel veel mensen die liggen in aparte bedden. Dat is een stijgend fenomeen. Ik vind het best logisch. Als je verliefd bent, wil je alleen maar samen slapen en zo, maar dat gaat er toch af. Ik vind het dus soms wel lekker dat wij gewoon een dagje opnames hebben en dat we ergens moeten overnachten. Gewoon dat je even alleen slaapt. Ik slaap elke dag alleen. Ik zou het misschien wel een keer lekker vinden, misschien een keertje met iemand slapen. Team Almere komt inmiddels na een kleine 17 kilometer aan in Bataviastad. Hun eerste stop van vandaag. Hey, dit is Bataviastad. Oh. Oh. Ah, hier kunnen we wel omheen, hoor. Ja, moet jij eens opletten. We gaan echt een kaartje kopen. Flikker eens op, joh. Dit is wel smal. Ja, gaat wel. Wow, je raakt echt bijna dat paaltje. We moeten iets vinden bij Bataviastad. Dus ik gok bij de ingang. Hier, ja, een kaartje of zo, denk ik. Oh, hier. Hey, een kaartje. Hier, daar hangt het kaartje. Welkom in Bataviastad. Net zoals Vaticaanstad is dit absoluut geen land. Wel is dit de plek om voor weinig saaf schitterende kleding te kopen. Wat dachten jullie van een keiharde Max Verstappen outfit? Ik weet zeker dat jullie daarmee nog sneller door die bochten laten knallen. Zodra een van jullie in een volledige Max Verstappen outfit in de golfkar zit, mogen jullie doorrijden. Oké, okay, wie van ons twee gaat in die outfit? Ik echt niet. Max Super. En terwijl Team Almere hun eerste challenge al gehaald heeft, loopt het bij Team Volendam allemaal wat minder soepel. Oh. Oh nee. Ja, we moeten hier naar links, maar dat is afgezet. Hou op. Wat debris is dit nou weer? Een bromfietspad is dicht. Volg die. We moeten daarin. Hoeveel tijd gaan we hier al niet verliezen? Oh jee. Gaan we nou helemaal Enkhuizen in? Enkhuizen! Hey, wie houdt er hier van vis? Kut, die is de vetus aan het trekken. Ja, die is de vetus aan het trekken. Het is gewoon te kont. Wat uitzicht. Dit is zo mooi. Die draait om en die ziet dan even. Even was een man. Dat is een golfkarretje met niks schilderen, Jansmeet. Oh. Wat is dit dan? Ja, dat is, we gaan golven. Je moet er heen. Ben je helemaal brie geworden? Weet je hoeveel tijd dit scheelt? Dit scheelt wel echt fucking veel tijd, ja. En nu dat fiets van ons. Ja,
vragen? Ja hoor. Hé, we hebben haast! Oh ja, dus de volgende moet naar Jamar Stadion. Oh my god, dat zal toch niet het stadion zijn? Dit is echt kut, man. Daar moet je eens opletten, die rijdt gewoon omver, hè? Maar het is nu ook, je klikt eronder, je kan er nooit even heen. Nee? Oh, ja, maar dat ze zo goed beveiligd hebben hier, man. Hoe lang is het rijden? 26 kilometer. Jezus, twee keer zoveel als net. Nee, 2 kilometer. Oh, oh, nee! Wat doe je nou? Je petje! Hij laat hem lopen aan! Paniek! Hoe kan Yushu en ik gooi zo mijn telefoon naar. Kijk er wel in! Is hij er heel? Ja, hier een beetje schade. Oh, nee. Snel! Ja! Je hoeft maar verstappen meer! Ja! Gaan we weer! Oh, oh kut! Dus, ouwe. Gaat dit wel? Nee, tuurlijk niet! Gaat dit wel? Ik denk dat het net past! Haal ik het dan? Ja! Nu is het terugsturen terug! Nog het stop! Stop! Oh nee, dat paus gaat gewoon opzij! Oké! Okay. Maar hier links kom je ook wel wat tegen! Ja, dat red je niet! Met jouw klem? Ja, ik zit klem! Zie de andere kant beter, man! Omdat hier dat ding zit! Ja! En nu terug! Ja! Ja! Nee! Weet je waar we even over na moeten denken? Oh, dit steekt uit. De achterkant is breder. Ik zal even kijken of je hier nog ruimte hebt. Nee. Misschien dan tot die andere kant. Of is dat niet breder, denk je? Wat hoor ik? Ja, dat is die bak die daar tegenaan schuurt. Oh, kom ik hier nog wel uit? Natuurlijk. Ja, je bent er ook ingekomen. Brie, help me. Je moet het sturen, die kan, maar je zit daar vast. Ja, weet ik, maar ik haal het niet. Hoe gaat het nu met Divine Range? Rob, kom, het is tijd, man. Kanus, ouwe, we zitten klem, man. Ik haal het niet, man. Kanus. We zitten echt vast. Oké, kom nu eens. Ja, goed. Je bent er bijna uit. Ja! Ja? Ja, denk ik wel. Ja. Maar. Maar we hebben wel een probleem nu. En terwijl Koen en Robbie op zoek moeten naar een andere route, lijkt Team Volendam last te hebben van materiële problemen. Het wiel piept. Dit is niet goed. Bro, moet ik even checken? Linksachter heeft toch iets? Hij lijkt het wel. Moet ik even checken? Ja. Fuck. Dit zou echt niet lekker zijn, man. Ik zweer dat hij aanloopt of zo. Zit hier ergens iets tussen? Hij piept toch? Ja, maar piept, maar er is niks. Nou, oké, dan gaan we door. Het gewoon moeten, dan gaan we snel door. Dat is hek toch? Daar is het, ja. We zijn er! 22 van de 80 kilometer gewoon. En ik heb het helemaal niet koud. We moeten zoeken naar een oranje kaartie. Hier een oranje erin. Challenge. Simon. Ik zet hem naast de clubcar hier. Alsof hij hier gewoon bij hoort. Dit is hem. Putten. Het is een mini-golfbol of zo. Dit vind ik echt leuk. Wat is die golfkar voor jullie een geluksvogel? De hele dag een gevoel van vrijheid en lekker het hele land doortoeren. Toch krijgt deze ook een beetje heimwee. Daarom de volgende opdracht. Put één bal in één keer vanaf 5 meter in de hole. Zodra het is gelukt, mogen jullie doorrijden. PS, als het binnen 3 pogingen lukt, ontvangen jullie een power-up en mag ook die andere envelop geopend worden. Oké, 5 meter. Oké, daar streep je, Kijk, hier. Die is voor ons. Je mag gewoon oplopen op het heilige gras. Die en dan die. Bruh. Oeh, hij putte er bijna in één keer in, hoor. Oei, oei, oei. Oh, je bent echt goed. Fuck. Ja, hij is goed. Oké, laat mij hem maar even doen. Lekker een bolletje slaan, hè. Ik ben hier zo slecht in. Welke hand doe je boven? Hole in one. Dat is het mooiste wat er is. Bruh. Oeh, die was totaal niet te hard. Die is te zacht. Wat een prachtig shot. Boep! Hij slaat weer toe, een fenomeen, de golfer! Boep, we gaan door, we zijn 20 minuten staan Hansen. Oh my nee. God. Nou, dat gaat wel. Anders gaan we via die mensen een tuin. Dat kan wel, toch? Ja, gaan we via een tuin. Is dat Azen? Ja, maar nee, anders hebben we het niet. Dat hier een paaltje staat voor wat, dus je kan hier in de tuin rijden. Oh, kanus, ouwe. Als ik geen wieptes heb aan rijden. Een goede tijd moet maken, Koen. Ja. Dankjewel. Heb je nog lira tussen de tanden? Ja, heel veel. Shit, had ik nou maar wat lekker water om het mee weg te spoelen? Say no more! Nee! Ik activeer even de pot voor je. De vrienden van Erf en de vrienden van Erf niet als ze met een geniaal idee kwamen. Tuurlijk. Kijk, ik ben niet greedy. Ik geef mijn pot heel vaak weg aan mensen die in nood zitten. Ik hoef niet meer te denken aan pots bestellen, want ik heb gebruik gemaakt van een nieuwe service van Erf. Je kunt nu namelijk member worden, je kunt pots bestellen. En dan kun je bijvoorbeeld aanklikken dat je die elke maand een keer wil ontvangen. Of om de maand, of elke 3 maanden. Daar kun je voor kiezen. Selecteer je favoriete smaak en krijg ook nog eens 15% korting. En wordt gewoon bij je thuis bezorgd. Je hoeft nooit meer om te kijken. Check Erf via de link in de beschrijving als je het nog niet hebt. Dat kan ik me haast niet voorstellen. Ik ga meteen instellen. Vrienden van de Heren, bedankt voor het sponsoren. En wij gaan weer verder racen.
echt. Dus word nu member van AirUp en kom nooit meer zonder je pods te zitten. Ik was er al bang voor. Wat? We gaan nu naar Volendam. Ja, dat had ik op zich wel aanzien komen, dat we naar Volendam gingen. Maar even, is onze locatie naar de Club Volendam? Nee, de dijk. De dijk, oh, dan gaan we visie eten zeker. Oh. 29 kilometer. Ja, lekker beuken. Fucking hell. Dus pak maar een hand, stel niet te veel vragen. Zonne, ik weet dat er heel veel mannen zijn. Als de morgen is gekomen. Hey, Jantje! Het Louvre! Kom je, we zitten gewoon in Parijs. Nee joh, als je scherp verkut. Horn! Ik schaam me nu echt diep, hè. Je ziet iedereen kijken van wat een brief. Ja mensen, kijk maar, ik weet dat het raar is. Kijk maar goed hoor, kijk maar goed. Jan Smit! Hé, hey, wat karren hoort man, dat is echt goed. Moet ze naar links en dan de dijk op. Dit vind ik leuk. Dit heet de Posthoorn. De Posthoorn, dat is ook de vroege... Tot ziens! Doei! Bizar, als je naar links kijkt, zie je nog steeds het IJsselmeer. Nee joh! Alsof we er omheen aan het rijden zijn. Als je rechts kijkt, zie je het IJssel minder. En de accu is bijna leeg. We hebben dus accu's achterin liggen en die moeten wij zelf verwisselen. En dat is best een technisch iets. Het andere team moet dat ook zelf doen. Daar kunnen we echt tijd mee winnen. Ja, maar als je zo slecht kan golven als wij, dan gaan we nooit winnen. Rechtdoor? Ja, rechtdoor. Maar dan moet je ervoor, dan moet je naar rechts, hè, zegt hij. Nee, rechtdoor. Maar er stond dat het afgesloten was. Ja, maar ook weer niet. Als jij het zegt. Nou, je hebt het echt verneukt, hè. Doorfietsen heeft echt geen zin, dames en heren. Nu wordt echt specifiek aangegeven. Moet hij terug, hè. Okay. Dit kost ons echt zeker 5 minuten. Kun je daarheen? Oh, perfect. Waarom gaat zij dan wel daarin? Ja, ik snap het ook niet. Als we die letters D volgen, dan komen we er wel, hè? Roel, er ontstaat een probleem. De batterij is bijna leeg. Okay. Ik knal hem in de berm. Dit is hoe een pitstop dus gaat. Onder de stoel zitten 3 units van batterijelementen. En achterin hebben we extra units van batterijelementen. En Roel gaat het nu even fixen en ik zorg wel dat het goed op beeld staat. Moet even dicht op de actie zijn, man. En kijk. Hij trekt hem er zo uit, dat loodzware blok met batterie. Misschien als we hem in de sneller afspelen, dat mensen niet doorhebben dat versneld is afgespeeld. One way or another, nee mensen, dit is geen foto. We gaan dit los, we gaan een YouTube tutorial gaan kijken. Yo mensen, welkom bij deze video. En we doen het weer! Ze slaan weer toe, de fenomeentjes! Ze slaan weer toe! Yo. We zijn hier nu bezig met het wisselen van de batterij. Blijf kijken, het was wel een leuke dag. Het is wel koud. Laat even... Stop! Wat zeg je? Verpest mijn vlog. Maar zie je het Koen en Rob al doen? Nee daarom. Wel. Daarom winnen we toch. Kom op, hey, boem! Film ik even je bouwvakken spleet en die rook op. Heerlijk. Yes! Dat is 1. 2 te gaan. Oh. Dat je zo slecht in putten was, kun je het nu goed maken weer, weet je wel? Ja. Dit kan toch niet? Ja, wat een brie ben jij ook, wat wil jij voor brie dan, jongen? Eén zomeravond met jou, daarvan lig ik te dromen. Eén zomeravond, dat is toch Monique Smit? Pas een beetje neus. Ja. En toen denk ik dat we 3 keer hetzelfde gedaan, onze eerste stop van een andere team. Ze hebben dit echt niet sneller gedaan. Oké. Okay. Ah, bloed. Je bloed is gek. Kijk, we hebben onze eerste 2 obstakels niet echt goed overleefd. Maar er is nog tijd om in te lopen. En na een verschrikkelijk trage pitstop moet nu ook team Almere eraan gaan geloven. Lukt het ze om met een snelle pitstop die overcut te maken? Bruh. Hey, hij is leeg. Ja, kijk maar, hij stopt. Oké, dit is niet echt prettige plek, hè? Of zo? Oh, dit zijn onze vrienden. Deze moeten eruit. Dat was heel makkelijk. Ik weet alleen niet precies meer hoe. Oh, had ik dan toch maar roe. Godverdomme, waarom gaat het er niet uit? Ja. Dit gaat goed. Zwaar? Kades. Oké, dat is 1. 150 kilo in de nek. Huh? Hoe moet dit? Dit kan toch wel? Dit kan toch wel? Dit moet kunnen. Past het niet gewoon, kunnen we er niet onderdoor wippen? En dan nu draaien? Flikker op. Die haak blijft haken. Hè? Maar wie heeft ons ook bij elkaar gezet? Ja, wij kunnen dit toch helemaal niet? Wat de brie. Hoe werkt dit? Maar je gaat me toch niet vertellen dat Roel en Matt het meteen kunnen? Oh, ze hebben Roel. Tuurlijk kan ik het meteen. Ja, en Matt maakt natuurlijk bruggen. Hé, hey, hoe gaat dit los? Nou, hé. Hey. Aito, buurman. Hé, hey, we kunnen door. Ondertussen rijden wij het ene nietszeggende dorpje na het andere in en uit. En inmiddels rijden we Schardam binnen. Welkom in Schardam.
Je zal niet verwachten, maar we zijn weer uit Schaardam. Ik denk dat je tussen die auto en die vrachtwagen door kan. Ja? Ja, laten we het proberen. Kijk jij even of het kan, voordat ik mezelf hier helemaal klem aan het rijden ben. Brie gaat even kijken of het kan. Kan. Ik ben niet zo goed in rijden hoor. Ja, past dit? Oei. Oei. Gek geworden jij. Oei. Je hebt rest nog stuk. Je hebt de rest ja, nog hier, stuk. Hier haal ik het ook wel hoor. De rest een stuk. Ja, zo, dit scheelt even. Hè. Zo, dat gaat echt wel net hoor. Hier is een metaal overwinning. 5 centimeter breder moeten zijn. 5 centimeter maakt nu een verschil van een uur. We gaan nog winnen. We pakken ze. Jantje Smit. We komen eraan. Echt alles zit tegen in onze run. Kijk, daar gaat een of andere kaasbrie. Gaat hier achteruit inparkeren. Pak die stoep. Zit helemaal gelijk ook. Helemaal gelijk ook. Wat zit ik ook te wachten hier op het verkeer? Ja. Het was een vrouw. Dat had u echt niet. Oh shit, hondenbrigade. Die gaan niet uit weg. Hallo. Ja, je mag hier niet. Nee, ik heb me vergist denk ik, ja. Is daar een uitweg? Ja, hier wel, hè, de politie. Het zou kaart werken, hoor. Ik weet niet of je Oh, je kan er helemaal niet uit. Dan ga ik snel aan de andere kant op. Dus ik kan er wel gewoon door, man. Yousu, kijk nou. Ik kan er makkelijk door. Ik kan er gewoon makkelijk door. Die hebben ze zo ingeschakeld bij het andere team als soort power-up. Losje huisvrouwen. Inmiddels rijden Robbie en Koen af op de thuisbasis van Boef en Paul en Wendy. Het altijd mooie Almere. Oh, Almere. Rechts. Ja, ja, ja. En nu 4 kilometer rennen. Oh. Kan nog wat smaller. Als hier toch een paal had gestaan. Nou, dat was niet gelukt. Maar oh, is dit Almere? Ja, ja, denk je wel. Dit is Almere al, hè? Hey, ik vind het wel... Ah! Oh mijn god! Oh! Zag! Even een liefje met aan de liefde. Nee! Flikker op. Hey! Volgens mij moeten we daar naartoe. Almere City FC. Kijk eens wat ik hier zie. Koppie. Oh, nee. Niet qua hersens. Oh, kut. Maar met een bal. Pas wanneer het lukt om 10 keer over te koppen. Mogen jullie doorrijden. PS. Als het binnen 3 pogingen lukt, ontvangen jullie een power-up. Oh. En mag ook de andere envelop geopend worden. Dat zal dan deze gaan. 3 pogingen. Denk je dat dat ons lukt? Nee, man. Gast, dit is de bal van Kalen. What the fuck? Dat was erg leuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, dit kunnen we, dit kunnen we. Dit kunnen we. Jij moet beginnen, jij moet beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kut. 1, 2. Geen power, maar laten we doorgaan. Oké. Jezus, we moeten zo goed. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, let's go! Dankjewel aan de speler van Almere City die ons even gefilmd heeft. Hoe heet hij ook alweer? Hij zei je moet hem even pluggen op Instagram. Ah, zijn we vergeten. We moeten naar Muiderslot. Muiderslot. Daar zijn we geweest, hier naar links. Okay. In de tussentijd komt team Volendam binnenrijden voor onze tweede challenge. Oké, je hebt dat plein. Oh ja, dat is plein. We moeten, zijn wij links op het plein. Nou, wat leuk zegt Volendam, wat bruisend. We zijn er bijna, 200 meter. Ja, dit is niet helemaal de bedoeling. Jawel. Op een dijkje, met een golfkar? Ja. We zijn er, jongen. Hier is het. Wat? We zijn er. Waar zou het kaartje zijn? Hij is oranje van Volendam. Volendam noemen ze toch het andere oranje? Oeps. Voor jullie team moet dit stukje Volendam voelen als thuiskomen. De volgende opdracht mag dan ook geen probleem zijn. Vindt een local dat die met jullie samen een stukje van een nummer van Jan Smit wil zingen? Dit zijn toch locals? Hey, komen jullie uit Volendam? Ja. Willen jullie een stukje Jan Smit met ons zingen? Ja. Oké, in 3, 2, 1. Is het afgemorgen gekomen van Jan Smit, toch? Ja. No, don't be so sad, cause love is by your side. Oh, verder, ik ken het echt niet. Oké, okay, Laura nu, oké? Okay? Oh, Laura, een hele lieve meid. Als ik in haar ogen kijk. Je moet wel meezingen. Roe, je bent eigenlijk gelachen. Ik ben opeens zo lang bij me bent. Goed zeg. Hey. Als de nacht. Ja, hou maar. En de zon weer schijnt. Als... Waarom kennen jullie dat niet? Nou goed, wij gaan weer. Dit is wel echt super gelukt. En terwijl wij net klaar zijn met onze tweede challenge, komt team Almere alweer aan bij hun derde en tevens laatste challenge van deze race. Hier is het. Oh. En Muiden stond daar altijd een betoverend mooie locatie, gebouwd dit jaar 1285. In die tijd rennen soldaten op deze locatie rond in harnas. Dat moet behoorlijk gutsen zijn geweest. Welke gutsen van jullie is het meest fit? Eén van jullie telt af en zet de timer. De ander moet zo snel ook een rondje om het Muiderslot heen rennen. Lukt het niet binnen 2 minuten, dan doen de twee teams daarna ook een poging. Dan op blote voeten. Middeleeuwse stijl. Wie gaat er rennen? Ja, jij. Ja, ik kan ook. Ja, maar dan moet ik daarna op mijn blote voeten. Ja, zie dat beter. Hey, ready, ben je ready? Ben ready. In 3, 2, 1, poep! Daar gaat ie. Hallo, je bent al 5 seconden bezig, joh, Max. Dat is best wel ver, man. Jezus, dit loopt helemaal om. Brie loopt in een fully Max Verstappen outfit over een soort van dijk bij het Muiderslot. Dat gelooft niemand. Kaan is ouwe, je kan er niet naar beneden. Deze pakt er wel even zo mee.
Hop. Oh, je pet waait ook af bij je. Oh, daar komt hij al. Lekker bro, een minuutje op de helft. Kom aan. Hoe lang nog? 5 minuten. Ja. Dit is wel heel fijn voor mij. Dankjewel. Doe nog eentje, denk ik. Ik besefte opeens dat het eigenlijk veel kutter voor mij was dan voor jou als je niet zou redden. Klopt. En normaal gesproken zou ik je echt een hebben. Ja, dat dacht ik ook dat je dat ging doen. Maar we zijn een team. Nou, zullen we weer gaan? Wat een 35 euro. Nou, op naar de volgende locatie. Kijk uit, niet zo hard joh, begon. Bro, ik schrik met de tyfus. Dit gaat echt maar net goed. Nee, Monique! Wat is er gebeurd, bro? Monique is helemaal omgevouwen. Ja, wat hebben we gedaan? Waar ben je tegenaan geknald? Hebben we nergens staan. Ja, wat hoor ik dan? Ja, dat zou wel eens kunnen zijn. Dat is helemaal niks. Kom, schiet op. Wat helemaal niks. Je hele golfkar miet het uit elkaar, man. Je zit er 1 minuut in en je crasht, hè? Ja, maar ik had ook even gelijk een lastige opgave met die pauwtjes. Waar zijn wij nou weer beland? Rechtdoor door Monnikendam. Met Matthias het land de Monnikendam. Monnikendam. Oké, nu zijn we het lul. Nu kunnen we niet passeren. Het gaat wel passen. Ja. Die golfkantjes niet. Je hebt het net ook gedaan. Je kan het nu echt niet lekken aan die rechterkant, hè? Oh, dat stond er niet. Het stond verboden voor fietsen. We zijn al zo vaak aangesproken door mensen dat we echt asociaal gedrag hebben. Eén richting, hè? Eén richting. Ja, we weten dat één richting je kan je is. Jongen. Sterf lekker, man! Kijk, waar het fout gaat, is wij doen alsof wij een fiets zijn. Hé, hey, kijk eens even. Hier mogen we wel rijden. We gaan dus nu midden door Amsterdam over de autoweg rijden. Ja, dat moet! Hoppa! Ja, 4,5 kilometer rechtdoor. Echt naar rechts moeten we? Sorry. Huh? Is dat elektrisch? Ja. Wat een mooi ding, hè? Mooi, hè? Ja, super. Hij gaat alleen net niet hard genoeg. Nee, daarom staan we ook hier. Links, het is gewoon de A10, toch? Het is gewoon de ring. Kijk, daar is de snelweg. Ik voel het ook. Ik ben niet echt veilig of zo. Ja, toch? Ik heb vooral het gevoel dat het niet klopt dat nu. Alleen, we hebben wel gewoon het is gewoon ja, een accepteerd voertuig. We hebben geen rente. Ja, ja. Hier is de politie. Pak ons aan als je kan! De IBA kan ons niks maken. IBA kan ons sowieso niet vouwen. Sowieso niet. Nee! Oh nee! Oh nee! Fuck off! Nee joh! Ja, nou, dan willen ze ook niet dat we winnen! Maar hoeveel pech kunnen we hebben? What the fuck man! Ja, laat ze horen! Waar is dat die poep? Ja, daar! Dat kutbootje! Flik het erop man! Ga een andere dag varen joh! Inmiddels zijn wij gearriveerd in Marken. Op dit schiereiland ligt de laatste challenge op ons te wachten. We zijn er echt bijna nu. Echt door over die brug. Dat is voor voetgangers, dus misschien parkeren we hem hier wel even en dan gaan we even zoeken. Zet hem even hier neer. Zet hem even hier heel netjes neer. Waar zijn wij? Jullie bevinden je momenteel bij een van de meest bekende hotspots van het Markermeer. Eén van jullie moet hier een foto van maken en posten op zijn story met de vraag: wie weet waar we zijn? Pas wanneer iemand goed heeft beantwoord, mag je verder. Jullie zijn er bijna, dus nog even doorzetten. Het lijkt me een goed plan dat jij dat even post. Want jij publiek die heel veel weet van topo en locaties. Ik denk dat deze pijlen dat die heel bekend zijn. Maar je bent geen story, Roei. Dat is, snap je? Hallo dames en heren. Oké, hij staat erop. Kijk op mijn 1000 volgers het gaat vinden. Klopt ze dan? Krimpende waard. Misschien wel de mooiste plek op aarde. Ja jongens, bijna. IJsselmuiden, Volendam. Mensen denken allemaal Volendam. Ja, maar mensen hebben ons net ook gezien in Volendam. Is er niet iets herkenbaarders? Oh nee. Wacht gewoon, er komt echt wel iemand die ziet dat het een Markermeer is. Zeeland. Niet in de douche in ieder geval. Marken, goed, wie is dat? Bram Schippers 05. En Tom Schippers 05 ook. Tom Schippers en Bram Schippers, twee lesjes voor het leven. We gaan. Tom en Bram, wat zijn zo'n legends, zeg. De laatste stuk is maar 8 kilometer. Oh, dat valt echt mee. Is het dicht? Nee. Ja, gaan. Het is niet dicht. Ja, maar ja, dadelijk kunnen we halverwege niet meer verder. Ja, dat zien we dan wel weer. Ja, dan moeten we helemaal terug. Ja, maar dat zien we dan wel weer. Dit kan zomaar eens een bepalend moment zeggen. We hebben een GoPro-kukkelman. Het zal toch niet dat hij je ophoudt. Nee, toch. Die brug is daar, we moeten over de brug. Ja, kut man, dit is dicht. Dat is die brug. Dit is helemaal geen brug. Oh nee. Terug, keren. Nou, we gaan weer terug mensen. Team Almere had een kleine voorsprong, maar door deze plotseling verdwenen brug moeten ze nu een heel stuk gaan omrijden. En daardoor rijden de teams nu recht op de kerk in Zuiderwoude af. Met nog maar 1,5 kilometer te gaan belooft dit een bloedstollend einde te worden. Dit paaltje is misschien dat? Wel, weet ik niet man. Dan gaan we gewoon over die stoep heen toch? We moeten nu, er is helemaal niemand en we moeten daarheen. Over 1,5 kilometer zijn we er. Brie, wat ga je doen? Ja, ik moet over dat gras, want het paaltje lukt echt niet man. Oh kak. Oh, dit is zo net zo'n paaltje, wat dan? Echt die laatste minuten. Pas op, klonkie. Zo'n knetteraap jongen. Hij doet het gewoon. En we zijn eraf. Nog 1,2 kilometer. Oh, maak me gek.
Oké, hier recht voor ons is het. Hardweg. Ja, waar? 700 meter. Hey, stel we zien nu die golfkar zo op ons afkomen. Die kerk, dat is het. Die kerk en die trekker. Oh, paniek. Nee. Paniek. Dit is echt kostbaar. Pas op. Dit is een hele zachte berg. Gassen! Gas erop! Kijk even, in één rechte lijn op de kerk af. Dat is meestal wat ik doe op zondag. Je zou het toch zeggen, als je dan aan de andere kant zo'n golfkarretje moet zien te rijden of zo. Rond 500 meter. Ik vind het zo spannend als ze er zijn. De finish is nabij. Het is bij die kerk. Je ziet die punt daar. Zie je die punt van die kerk? Als we geen andere golfkar zien, zijn we zwaar geblest. Ik zie nog niks. Rommetje om het IJsselmeer, we hebben het gedaan. Maar waren we sneller? Het zal toch niet? Hier is hem, de finish! Ik heb het idee dat er iemand moet gaan komen. Zwaai die vlag! Ja, niemand die komt! Ja! Zuiderwoude knallen in! Zien we de golfkar? Ik zie nog niks! Is hier een golf... Kut! I know! Kut! Ja hoor! Kut, ik zie niks! Nee! Ga door, oké? Nee! Racing! Weer niet gewonnen met racing. Maar gefeliciteerd dat jullie het wel gehaald hebben. Als het om racing gaat, dan komt Max Verstappen om de hoek kijken. Die broek, wat zie ik hier dan weer? Jij denkt broek. Wat denk je van? Onderbroek G. Hey mannen, dank jullie wel voor het meedoen. Jullie bedankt voor het kijken. Winning team, ze zijn er weer. Racing! We hebben nooit gewonnen met de Kanta en nu met dit fantastische buggy ding. Jongen. Team Verstappen, team Racing, team Win. Niet normaal.